Fobbe de Lange, trainer van Sisu. Je hebt vanmorgen een training gegeven voor de Start to Run. Hoe ging dat? Nou, volgens mij ging dat voortreffelijk. Ik ben eigenlijk zeer tevreden over de vorderingen van een aantal van mijn atleten. Ze deden het eigenlijk beter dan ik zou verwachten van een Start to Run groep. Dus ik heb wel gemerkt dat een aantal niet voldoende spierkracht hebben her en der. En daar moeten we dus in de komende trainingen nog aan werken. Maar heel geleidelijk aan, met een geleidelijke opbouw. Maar één training in de week is niet voldoende. Hè. Ze moeten zelf ook eigenlijk nog twee keer in de week, is misschien maar 20 minuten of zo, wat voor zichzelf doen. Dan ga je vooruit. Want als je met één keer in de week traint, dan ga je eigenlijk niet genoeg vooruit. Ik vond het nogal zwaar. Ja, dat kan ik me voorstellen van iemand die bijvoorbeeld niet hard loopt. Ja, ja. En dit was, ik heb zoveel mogelijk variatie erin gebracht. Maar er moet wel wat fysieke arbeid verricht worden. Check ze nu en dan even van, nou, is er al iemand die last heeft of zo? En hoe gaat het? Op het eind hebben we nog een paar rondjes gelopen en toen bleef er al iemand achter. Hè? Dus dan merk je dus dat het toch wel wat zwaarder wordt. Hè? Vooral als de afstanden ietsje langer worden, dan moeten ze toch echt wat conditie opbouwen. Ik heb wel eens gehoord dat de geest meer wil dan het lichaam kan. Is dat risico hier nu ook niet aanwezig? Ja, sommige mensen die hebben moeite om hun grenzen te bewaken. Hè? Daar moet je dus als trainer wel een beetje alert op zijn. Dat ze niet te veel doen. Want ze zijn best enthousiast. Dat heb je denk ik wel gezien. Ja. En dan bestaat altijd gevaar dat je te veel gaat doen.